Muziek en vriendenloterij, allebei. Heel druk. Ja, want dat legt ook geen windeieren volgens mij, want iedereen ziet jou elke dag weer voorbij komen. Ja, het legt geen windeieren in de zin dat je heel veel op televisie bent. En dat is goed. Weet je, dat versterkt ook je muziek. Alles bij elkaar, je bent fel in beeld. Laten we het zo zeggen. Ja, of je moet een hekel aan die dikke kop hebben, dan heb je een probleem. Maar nee, maar tuurlijk, je bent veel op televisie en dat is hartstikke mooi. En mensen blij maken, vooral op tv. Dat is het leukste wat er is. Want je bent toch wel een beetje die positiviteitsgoeroe, hè? Ja, dat wil ik zijn. Positiviteitsgoeroe vind ik wel heel erg klinken. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk om mensen blij te maken. Zowel met muziek, maar helemaal met prijzen. Mensen die het hard nodig hebben, ja, die gaan helemaal uit hun dak. En dan ga ik ook uit mijn dak. Is het ook één keer voorgekomen dat je ergens stond en dat iemand zei, nou leuk die prijs, maar... Precies hoe je het nu zegt. Nou leuk die prijs, we hadden een keer iemand met 100.000 euro. En meneer, u heeft 100.000 euro gewonnen. Nou leuk. Ik zeg stoppen, opnames, Danny Rook, regisseur, stoppen, nieuw filmpje maken, want dit kan niet. Meneer, 100.000 euro heeft u gewonnen. Oké, we doen het over. Dus nou, we deden het over. Ik zeg meneer, u heeft 100.000 euro gewonnen. Nou, heerlijk. Ja, ik zeg stop maar, dit gaat niet werken. En zo maak je ze af en toe wel mee. Ja. Lijkt me heerlijk. Ja, fantastisch. Het is ook de uitdaging om mensen die... Kijk, je moet het ook niet vergeten. Je komt met een ploeg van 8 man binnen. Het is niet alleen Wolter Kroes die binnenkomt. Nee, er komt 8 man binnen. Plus een BN'er die in één keer bij je binnen staat. Die mensen schrikken. Die zijn helemaal van... Oh jee, wat gebeurt er hier allemaal? Dus ik snap wel dat er ook mensen zijn die daar best moeite mee hebben. Maar over het algemeen, iedereen is helemaal van... Kom binnen, koffie, dit, dat, gezellig. En ja, leuk. Nou, leuk.